Voordat we beginnen, check sowieso even het kanaal van El Yogo. Hij gaat hartstikke goed. Hij is onderweg naar 60.000. Dus help hem daar een klein beetje bij. En doe een duimpje omhoog als je Packs met Paski leuk vindt. Wij gaan richting de 200k. Dus dat is ook echt een goede reden om je even te abonneren. Laten we beginnen. We hebben nog op de maandagochtend om 4, 5, 6, 7, 8 uur 's ochtends Elite 2 veiliggesteld. Hebben we geluk? Je gaat het nu zien. Strijders, mag zo, ik dat zeggen? Zo, tuurlijk jongen. Een beetje ouderwets. Jij bent een strijder, want je hebt gewoon een hele marathon gelopen en dan s'nachts nog WikiLeaks gespeeld. Cool. Daar ben jij een strijder voor mij. En waarom ben ik voor jou een strijder? Omdat je altijd zo'n grote bek hebt. Moet je nou, ik begin zo goed, ik begin zo aardig. Ik geef hem een compliment. Sorry, het was gewoon het eerste wat er in me opkwam. Ik krijg gelijk een smeer. Het was gewoon het eerste wat er in me opkwam. Ik heb speciaal voor jou. Ja, oké, laat me. Je hebt me nu maar jij zei net nog, als er drie lekkere wijven bij de finish staan, dan loop ik hem ook zo binnen 4 uur. Hoe disrespectvol is dat? Ja, met een hamburger in de hand over de finish. Dus dat is het eerste wat er even in me opkwam. Maar jij bent ook sowieso een strijder, omdat jij ondanks alles, ondanks dat je jezelf niet was aangemeld voor de Weekend League, toch op een account van een vriend van ons toch nog hebt gespeeld. Daarom ben jij zeker ook echt een zieke verdette. 25 potten ook in één dag, hè? Dus dat, ja. Vrijdagnacht terug van vakantie. Zaterdag de hele dag weg. Ja jongen, ik heb het allemaal voor jou over, jongen. Besef het maar. Precies. Voor mij? Ja, ja zeker. Wat, hoe genaaid zou het zijn als ik had gezegd, nou, doe het lekker niet dit weekend en jij offert alles ervoor op. Ja. Dat kan niet. Hè. Nou ja, kijk, ik vind het ook jammer omdat ik het leuk vind om met jou op te nemen. Maar je hebt alleen jezelf ermee in het klassement, want dan krijg je gewoon 0 punten in die winstpunten. En je hebt geen nieuwe handdoekjes, dus ja, je loopt zelf gewoon averij op. Dat is wel eigenlijk chill aan het puntsysteem dat we nu hebben gedaan. Want mocht je het dus echt een keer niet kunnen, dan valt het gedaan. Mee. Omdat jij dat heel graag, dat wilde jij heel graag erin hebben. Klopt. Maar moest jij vandaag niet de pizza in de uitzending meenemen? Oh! 7.500 likes, die vorige. Hebben 7.500 likes? Kijk jongen, El Yogo opent Packs op vakantie. 8000 likes. Niet. En ik heb nu geen pizza. Ja, daar moeten we wel eens op gaan bedenken natuurlijk. Nou, zeg maar even sorry in de camera. En zeg maar dat je volgende week even een keer weer in Amsterdam komt. Lekker met een pizzaatje. Ja, maar dan weet je het dus, dan moeten we het een keer s'avonds opnemen. Dat wilden we sowieso trouwens wel gaan doen. Volgende week nemen we even op in het hok van El Yogo. En eten we samen een pizza. Zorg jij voor een pizzaatje. Ja, voor ons samen. Hé, hey, trouwens. Ik schrok echt laatst toen ik jou met een biertje op Instagram zag. Ja, hè? Ja, ik dacht van, is dit gesponsord door Heineken? Maar nee, dat bleek het niet te zijn. Nee, dat niet. Maar ik vond dat ik het wel had verdiend. Ik ook, ja. Dankjewel, jongen. Net na mijn verjaardag, een marathon, moet ik ook een keer van het leven genieten. Precies, jongen. Merk je nu ook dat je ouder bent geworden? Merkt je het in de marathon en in je benen? Nee. Ik liep hem sneller dan vorig jaar, dus dan zou je zeggen dat ik juist jonger ben geworden. Maar ik zag hoge emoties bij jou, jongen. Ja, zeker. Liefie, goed gedaan. Ben je Gaat het? Zo heb ik je nog nooit gezien, jongen. Nee, zo zie je mij niet vaak, hè? Nou, zo zag ik je vroeger elke week. Op elk FIFA toernooi. Nee, elk FIFA toernooi. Je bent wel wat kalmer geworden. Emotieloos. Hij was zo emotieloos. Hij ging zo emotieloos. Hij was vroeger moest hij elke keer huilen in de trein naar elk toernooi. En dan ging ik naar Las Vegas en hij niet. Dan zat hij in zijn eentje met Piano Man in de trein te huilen. Precies. Heb je met dit team gespeeld? Nee, hij is het al helemaal weer omgegooid. Oh. Als je wilt zien welk team ik heb gespeeld, moet je even de recap video en dan de eerste paar seconden. We beginnen dus gewoon bij mijn team waar ik dus mee heb gespeeld. Goed team. Leuk team. El Nosso. Even credits. Shoutout naar Koen Buit. Want Koen Buit heeft het mede mogelijk gemaakt dat we hier nu dit kunnen opnemen. Precies, Buit. Je bent echt goed bezig in je leven, man. Buit, jongen. Ik ga met Buit snowboard lessen nemen. Waarschijnlijk maandag gaan we naar Snowworld. Kijk, dit zijn ontwikkelingen. En dan zodat we op vakantie met jullie kunnen meesnowboarden. Vind ik echt leuk. Leuk, hè? Dan wordt de vakantie 10 keer vetter nog. Ja. Ook al kan ik het dan niet, maar dan ga ik het wel gewoon doorzetten dan. Ah, vind ik echt mooi. Serieus, respect. Dankjewel, jongen. Goed bezig, jongen. Je bent echt goed bezig in je leven. Dank je. Echt strijden, jongen. Kijk, jongen. We hebben twee
playpicks voor jou. Dus daar moet het gaan gebeuren voor de handdoeken, jongen. Dit is jouw enige mogelijke succes. Ik heb met Buit afgesproken dat als we wel een hele goede speler krijgen en een handdoek die ik al heb, dat ik hem alsnog wel kan nemen. Komt-ie! Oh! Hoezo? Oh, dit is echt Dit is wel heel ziek. Dit is wel heel ziek. We nemen Ben Yedder nu voor hem, want die wil hij sowieso. Maar voor jou kiezen we deze, want dit is echt de allerziekste handdoek van het spel. Gewoon, dit is niet normaal. Weet je waar hij vandaan komt? Nee. Het was mooi. Iemand stuurde dit gisteren al naar mij. Van zo, dit is wel een hele zieke handdoek. Dit is dus Eritrea. Ja, dat is echt zo'n land. Dat is Ethiopië en Kenia. Ik had hem anders inderdaad gekozen. Want Frankrijk heb ik al, of niet? Toch, Ben Yedder, die wil je sowieso wel hebben, hoor. Ja? Ja, het is goed, man. Okay. Ja, maar als het op mijn account was, had ik... Anders had ik misschien wel inderdaad voor het handdoekklassement voor die andere gekozen. Ja, we kiezen Eritrea voor jou, ja? Ja. Komt goed. Oké, man. Nou, Griezmann, doe maar nog. Oh! Ziek, zeg! Dit is ziek! Wat de fuck, man? Ik zeg het nog! Ja, heel gestort. De allerlaatste ook. What the fuck? Zo, dat is wel vet, hè? What the fuck? Ja. Ik zei het, jongen. Dan heb jij gewoon één nieuwe. Heb jij één keer Frankrijk en één nieuwe. Gewoon goud één, hè? Het is ongelooflijk. Vet. Mina, dit hadden wij nooit als je... Stuur dit maar even naar hem. Maak maar foto. Zeg maar dat Buit even een filmpje moet sturen met hoe blij hij is. Zal ik hem even bellen? Dat is nog leuk. Ja, bel maar. Oké, wel. Komt ie. Maar hij zit op zijn werk, denk ik, toch? Nee, hij is thuis, hè. Oké, hij is in gesprek, helaas. Helaas voor Koen Buit. Ik zei het nog, het is ongelooflijk, man. Dat goud 1, hoe kan dat, man? Dat is toch ongelooflijk? 91 finishing, allebei. Dit is toch niet normaal? Ik ga ook gewoon elke week goud 1. Ik zou ze allebei gebruiken. Ja, ik ook, ja. Nice. Ziek, hoor. Oh, wacht, hij belt. Koen Buit. Je gaat het nooit geloven welke twee player picks we hebben voor jou, man. Stel het eens. Griezmann en Ben Yedder. Ja, ik zweer het je. What the fuck, echt waar? Ja, ik zweer het je. Ik zei het nog voor de grap, bij beide. En bij beide komen ze ook eruit. Lachen. Ja, jongen, Buit. Lachen? Zo te Jij mag lachen. Maandag mijn Snow World betalen als bedankje. Is goed. Ja, is goed, jongen. Yo. Oké. Okay. Ja? Ja. Oké, jongen. Dan gaan we. Daar gaat hij. Nog een icon erbij. Inderdaad. Dat zou ook nog kunnen. En dan is Buit weer blij en dat rijmt. Ja, gaan het zijn borden. Open. Het is, als het Bill is? Oh. Nee, het zijn borden, Ramsey. Ik dacht heel veel dat hij links nog knipperde. En een Champions League speler! Ah, hij mag nu al niet meer klagen. Nee, zeker niet. Ik ram alles weer club voor hem, hoor. Ja. Dit donderen we lekker weg. Precies. Dan zijn we er snel doorheen, jongen. Nog één pakket. Daar komt die icon uitgewandeld. Daar komt hij. Ik denk dat het de broer van Ramsey borden. Is. Borden! Oeh, hij gaat langzaam. Nee. Zo, hij flikkert hard. Oh, nee. Nee. Het is wel een Braziliaan. Het CDM. Het is Lucas Leiva. Gadverdamme. Nou, dat die gast 84 rating is. Ja, maar jij hebt hem nooit zien voetballen. Dus, nee, daarom. Nee, daarom. Dat verklaart al een hele hoop. Dat verklaart al alles. Hoe kun jij dat dan beoordelen? Of dat wel of niet terecht is? Nou, dat kan ik nooit zien. Ja, omdat je nooit naar Lazio kijkt. Misschien moet je een keertje gewoon je tv aanzetten en Serie A kijken. Ja, dat komt nooit op Fox Sports. Hij heeft Sanchez. Oh, die Buit, jongen. Wat de hel, man. Wat de hel, man. Zo sick. Gewoon zo'n dubbele, jongen. Die Koen Buit, jongen. Hier, ik zet plek voor 28 erop voor hem, jongen. Dan ziet hij straks lekker zijn munten totaal op 100k staan. Denkt hij, dat is niks waard, toch? Die Buit, jongen. Die heeft de week van zijn leven. Precies. En dan ook nog snowboarden met El Yogo. Wat wil je nog meer? Ja, precies. Dat was het, jongen. Het was het alweer. Ja, was het alweer. Je mag de shareplay afsluiten. Dankjewel, jongen. En dan zal ik jou mijn controletje geven. Toch zuur dat niet op mijn eigen. Niet op mijn eigen account. Ja, het is echt heel zuur. Ik had het vorig jaar natuurlijk een keer. Ja, het is een harde les. Het is een heel harde les. Zeker. Nu is het nog harder dan. Maar ik weet zeker, als ik dus gewoon Elite 1 of 2 of 3 had gehaald met mijn eigen account. Dat je dan weer geen Griezmann of Ben Yedder zou hebben. Daar ben ik dus ook bang voor. Ergens dat, hè? Het is echt altijd die goud 1. Maar ze belonen hem, omdat hij nooit goud 1 haalt. En nu wel. Dan denk je van, die jongen, die moeten we een keertje belonen. Dan gaat hij misschien nog wat meer spelen. Het kan toch bijna niet? Het zijn wel serieus de twee beste die je kon hebben. Ah. Want zelfs Di Maria is, vind ik, nog minder dan die twee natuurlijk. Di Maria, zit hij er ook bij? Ja. Oh, niet eens gecheckt. Dat moeten we eigenlijk even doen nog. Laat jij nog maar even Team of the Week zien, jongen. Daar ben je zo goed in altijd. Jij kunt het altijd zo goed laten zien. Dat doe je altijd zo goed, jongen. Kijk eens. Daar is die. Oeh. Ja, jongen, jij gaat nu hetzelfde punt als ik hebben. Straks dat je om de week je team gaat veranderen. Had ik vorig jaar ook. Dat ga jij ook hebben. Je gaat twijfelen aan je eigen spelers. Ja. Die Nainggolan.
ook best wel goed, alleen ja, hele rare kaart. Ik krijg ze buiten. Hummels, de intrend als deze gozer, die kan ook amper lopen. En dan sprintsnelheid, 35. Maar dat kan toch niet? Oh, dat heeft niemand. De gast wandelt alleen. Dat kan toch niet? Dat kan je toch niet maken van zo'n hoge rating? Hey, die Martinez, die scoorde gisteren best wel lijp op de Champions League nog. Dat is een goede toevoeging aan het verhaal. Nou ja. Je hebt nooit van die gast gehoord, je had hem nooit zien spelen. Lucas Leiva zien spelen. Creative in form. Zo sick, man. Ik denk zo... Ja, zo onzin, man. Gaan we. Hij geeft eigenlijk nog 4 minuten kan opnemen. Nou, dat redden we wel. Maar snel praten, jongen. Oké. In 4 minuten moet El Jogo er doorheen rammen. Oké, komt-ie. Playback 1. Geef me die Fransmannen. Geef me die stokbroden. Komt-ie. Daar is hij. De eerste chef. Oh. Daar heb je hem. Parejo. Ja, die hoef ik niet, man. Hem? Dat zijn die handdoeken? Ja, dat is Senegal, hè? Mm-hmm. Hey, heb je gezien dat ik vorige week vergeten was bij mij de Syrische vlag? Nog ja, daar gaan we alweer. Dan lopen we straks weer achter de feiten aan. Je moet het echt even elke week bij Weiland goed bijhouden. 3 minuten heb ik nog, jongen, dus kom maar. Ja, doe maar Senegal dan. Heel goed, jongen. Kom op, man. Geef me die Franse stokbrood. Kom op! Geef me die baguette! Geef me die baguette! Ja! Oh. Een baguette. Ja. Het is een baguette, maar niet een goeie. Nou, doe die Griek dan maar. Gadverdamme. Komt-ie. Je laatste. Oh, de laatste. Oh. Dat is zo raar. Vreselijk, dat is zo... Hoe kan dit? Dat is toch verschrikkelijk, ja, man. Goud 1-0. Wie hem? Zo zonde, jongen. Oh, serieus. Ik vond het echt vet om Ben Yedder te hebben. Ja. Rivier, moet ik daar nou mee? Doe me die Martinez dan. Nog 2 minuten. Heel goed, jongen. Je bent echt als een bezetene bezig, jongen. Weiland is trots. Naar de winkel. Ik ga het einde niet redden van deze video. Oh, het zijn maar 2 pakketjes. Dat is scheelt. Best wel ziek eigenlijk. Die buiten heeft nog een 100k pakket erbij. En ik een vormpackie waar je nooit de tijd hebt. Daarom. Eigenlijk kan je beter goud 1 halen. Ik dacht serieus weer dat die link bleef knippen, maar ik ben een schil. Je bent schil. Donnarumma. Zieke downgrade. Zieke downgrade, jongen. Oh, maar wel deze 2. Dat is goed voor die challenge. Precies. Doe dit even allemaal snel. Je hebt echt iedereen dubbel. Mooi, hè? Oké, komt-ie. We gaan door. Zo, jij klikt snel, jongen. What the fuck, man? Komt-ie. Ik moet mijn ogen dicht doen. Oh, ja, tuurlijk. Doe maar dicht. Heb je niet aan gedacht. Het is een walkout. Walkout. Het is 84 plus. Wie is dit dan? Oh, nee. Die Nainggolan. Ah, die is nog wel goed. Hoeveel rated was die? 85. Misschien ben jij erbij, maar... Hoor je dat? Nee, als die eruit komt, hoor je van die wolven. Van dat Halloween vlug. Oh, oké. Okay. Hier, dat is een Nederlander half, hè? Troost Ekong. Klopt. Klopt. Okay. Dat was mijn toevoeging. Ja, precies. Dat was mijn toevoeging aan het hele verhaal. El Jogo gaat elk moment uitvallen. Dus ik bedank jullie allemaal voor het kijken, jongens. Nog 1 minuut op de radar. Sorry, het ging een beetje snel. Drama's, hè? Ja, ik had het gevoel ook dat het hoogtepunt natuurlijk in deze video al bereikt was. Ik ben helemaal vanaf. Ja, snap ik. Moet je nagaan dat ik gewoon na mijn verjaardag en een marathon nog op maandagochtend om 4 uur in de nest ben gegaan voor dit. Voor dit. Had je beter zoals ik goud 1 kunnen halen. Oh. Toch? Maar voor welke uiterschap ga je bij ons? Of Griezmann, weet ik nog niet. Ik weet helemaal niks meer, jongen. Weet je wat ik zou doen? Niks. Ah, nee, ik ga voor Ferdinand Schmeichel. Dan heb je er 2 en dan heb je ook 2 die je gewoon prima kan gebruiken. Wat moet je nou weer met Schmeichel, man? Ja, die keepers boeien niet, man. Ik zie mensen met 82 rating keepers spelen. Nou dan, waarom zou je er dan eiterschap aan verspillen? Ja, omdat je er anders maar 1 kan nemen. En anders heb je een Gerrard of zo, ja. Oké, hij gaat uitvallen, jongen. Het klassement zie je nu in beeld, jongen. Vaarwel. Bedankt, jongen. Je bent niet zo goed bezig in je leven, helaas. Ik wel. Oké, jongen. Vaarwel. Vaarwel, jongen. Vaarwel. Bye-bye. Tot ziens, jongens. Bedankt voor het kijken.